hier in Boksel. Samen zit ik met Marion Zandvoort en Charlotte Pennings. We zijn bezig voor Pax Kinderhulp. Daar zijn we al vaker voor geweest. En Pax Kinderhulp is een organisatie die organiseert vakanties voor kinderen uit in dit geval Roemenië. Pax Kinderhulp is een landelijke organisatie die vaker reizen organiseert uit meerdere landen. Maar wij gaan echt voor de kinderen uit Roemenië. Ze komen uit een kinderthuis in San Job. Dat is een klein plaatsje aan de grens met Hongarije. En daar verblijven de kinderen in het kinderthuis. De kinderen die op vakantie komen verblijven 3 weken in Nederland bij gastgezinnen. In het kinderthuis heeft ook gevraagd om kinderen uit het dorp een kans te geven om mee op vakantie te gaan. Het is een heel erg arme streek. Om geld in te zamelen voor deze reis hebben we een avond georganiseerd met de koren die komen zingen. De avond heet Pak je kans. De koren die komen die zijn... Koor Jukebox, het Esse Heimweekkoor, Gimse Smartlappenkoor en het Wereldkoor uit Bokstel. Wij hopen dat het een geweldige avond wordt en dat de koren uit volle borst zingen en dat alle mensen die komen heel hard meezingen en een hele leuke, gezellige avond hebben. Er komt ook nog een zanger, hoor ik. Jordi van den Boer, klopt ja. Dat is zanger-entertainer en hij zal de avond presenteren. Dus tussen de koren door is het natuurlijk fijn als er even een babbeltje komt met bijvoorbeeld een van de leiders of een van de koorleden. Plus mogelijk dat hij aan het einde van de avond zelf ook nog een mooi nummer zal gaan zingen. En misschien wel 2 of 3. En daarin hebben we zelfs een poll gehouden van welk liedje zouden jullie het leuk vinden dat hij gaat zingen. En dan kan hij die eventueel aan het einde van de avond ter afsluiting zingen voor jullie. Want zingen, dat kan hij ook al. En, maar jij doet ook mee met Stichting Podium voor All. We beginnen de avond met leerlingen van jullie school. Ja, klopt. Stichting Podium voor All houdt zich natuurlijk dag en nacht bezig met muziek. Dus vandaar dat jullie ons gevraagd hebben om te helpen. Dus wij helpen mee om de setlist in orde te krijgen. Dat liedjes natuurlijk al niet dubbel zijn, maar de hele organisatie pakken we met z'n allen op. En de stichting heeft daardoor natuurlijk ook de mogelijkheid om leerlingen een optreden te laten geven op het podium. Podiumervaring, het heet tenslotte ook Podium for All. Dus podiumervaring willen alle leerlingen altijd ook graag meepakken. En wij zagen dit als een mooie kans. En dus, het gaat ook helemaal belangeloos. Het is puur, alles is gericht op de Pax je kans voor de kinderen van Roemenië. Ja. Maar we zitten nu ook in deze locatie. Welke locatie zitten we nu? In Dances in Bokstel. Een geweldige mooie zaal. Van Kees en Marion. Van Kees en Marion. Ja, en zij stellen die beschikbaar voor 12 maart. Dan is de avond dat we organiseren. Om 8 uur gaan de deuren open. En voor 1 euro sta je binnen. Het is een symbolisch bedrag die je waarschijnlijk ergens onder je bed nog wel kan vinden. Een losse euro. Van je broekzak, om binnen te kunnen komen en daarvoor krijg je een hele hoop terug. Zoals er eerder ook genoemd werd, is er ook een loterij. Maar even terugkomen over die 1 euro, dat al het geld wat binnenkomt, dat is voor... Ja, alles gaat ten bate van de hele avond is de opbrengst voor Pax Kinderhulp. Want ook Kees en Marion, die geven, die geven 25 cent per consumptie, dus... Dat belooft al heel veel goeds natuurlijk. Veel drink allemaal. En 1 euro intrede is voor de reis. Alle koren die helpen vrijwillig mee. Dus die betalen ook als er een dirigent nodig is. Sommige koren betalen zelfs hun eigen dirigent. Dus dat is voor de koren ook natuurlijk een aanslag op hun budget vaak. Maar het is fantastisch dat ze meedoen. Het is gewoon, wordt een hele gezellige avond. Je kunt zelf meezingen, gezellig praatje maken, een dansje doen. Dus het wordt helemaal gezellig. Oké, hartstikke mooi. We houden ook een loterij. Ja. Dus voor die 1 euro, de investering die je doet voor de entree, kun je eigenlijk weer een hele hoop voor terugkrijgen. Want we houden ook een loterij als je bijvoorbeeld nog een eurotje in wil leggen voor een loodje. Dan kun je bijvoorbeeld 2 muzieklessen winnen. Ja. Of ergens anders. Er zijn agentjes al gesponsord. Zij hebben leuke prijzen. Heel leuke prijzen. Ja, er zijn een aantal bedrijven die hebben ook iets toegezegd. En daaruit van die dingen wat ze toegezegd hebben, wil je de loterij organiseren. Ja. Maar daar kunnen we nog niet helemaal verklappen. Nee, dat is de verrassing. Die is ook dat is de verrassing, ja. We gaan er een gezellige avond van maken. En wanneer is het te doen? 12 maart. Partycentrum Dances. 8 uur gaat de deur open. Kort voor 9 begint het programma, maar zorg dat je op tijd bent, want de leerlingen en alle koren hebben support nodig van jullie. Dus zorg dat je zoveel mogelijk vrienden meeneemt om het feestje met ons samen te maken. Om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor? Pax Kinderhulp. Ja, het gedeelte
wat wij sponsoren van Pax Kinderhulp. Het is een landelijke organisatie en iedere werkgroep heeft een bepaalde reis. Die zoeken zelf ook het geld bij elkaar om die kinderen naar Nederland te laten komen. Dus het is echt alleen voor de reis. Als mensen zeggen, nou dat vind ik hartstikke leuk, ik vind het een geweldig idee, ik wil zelf graag gastkinderen in huis, kan ook, kunnen ze contact opnemen op de site www.paxkinderhulp.nl. Er staan welke landen dat er meedoen, kunt melden. Je kunt ook naar t.struik@kpnpenland.nl, kun je opgeven met het mailadres. En dan nemen wij weer contact op met mensen die zeggen, ik vind het leuk om 3 weken van de zomer kinderen in huis te hebben. En als je 12 maart niet kunt, maar je wilt toch iets doneren, dan kan dat ook altijd. Ja, graag. Dat is ook te vinden op Pax Kinderhulp. Oké. Okay. Ja. Dus, als afsluiting? Nou, kom allemaal. Op 12 maart. 12 maart, ja. Kom allemaal. En dan maken we gezamenlijk succes van. Ja, zeker. Neem je stem mee. Ja.